Hey YouTube, hier ben ik weer. Floske Plays Clash of Clans met een nieuwe Farming Time aflevering. Ik heb echt een... Ik vind hem alleszins heel cool. De herhaling... Oh! Shit! Sorry, niet de bedoeling. Net niet meer beschikbaar. Dat was niet zo goed. Maar zoals jullie zien, ik heb nog maar één gem. Ja, nog één kristal. Ik heb... Dus ik had... Met twee luchtafweren zijn nu klaar. En dan heb ik al mijn obstakels verwijderd. Of de meeste toch. De meeste heb ik verwijderd. En dan... Ik had nog 8 kristallen nodig. En ik kon een 4e bouwvakker. En die heb ik nu. 4e bouwvakker, eindelijk. Dan doen we maar... Oh, en de verdediging? Hier. De verdediging zijn echt keigoed bezig. Ik krijg de hele tijd maar plus. En het is niet de bedoeling dat ik plus krijg. Ik wil alleen maar eigenlijk... Oh. Ik wil eigenlijk alleen maar... Hey, tweede stelling. Ik wil alleen maar eigenlijk... farmen. Dus dit was een makkie. Gewoon, ze staan aan de rand van zijn dorp. Moet geen muurbrekers gebruiken of zo. Gewoon maar een paar barbaren en dat is genoeg voor al het goud te stelen. En zo werkt farming eigenlijk. Gewoon wachten tot iemand zijn dingen vol zitten of zo goed als vol. En dan gewoon zijn dingen stelen en dan heb je alles. En daar pak ik de laatste elixier kapot. En dat was die herhaling. En wat heb ik dan nog meer? Hier, deze. Ik vind het echt spijtig. Dat was 750.000 buiten die andere. Die ik iets meer kan delen, jammer. Hier stonden er een paar goudmijnen binnen de muren, dus ik moest wel wat muurbrekers gebruiken. Maar eigenlijk... Het is niet zo moeilijk. Maar is het jullie al opgevallen? Dus kijk, met een muurbreker level 4 kun je een muur van een level 4 muur in één keer kapot maken. Maar een level 4 muurbreker kan niet in één keer een muur level 5 kapot maken. Dan moet je 2 voor hebben. Daarvoor heb je... Of en als je een muurbreker level 5 hebt, kun je ook een muur level 5 in één keer kapot maken. Dat gaat ook voor een muur level 6 met een muurbreker level 6. Dat was... Ik heb dat, ik weet niet, ooit eens gehoord. Of op YouTube of zo, ik weet niet meer wanneer. Of waar, natuurlijk. Ja, ik ging daar nog voor dat laatste elixir. Daar zet ik nog mijn gunstelingen. En dan... Ik had 49%. Dus ik wou echt wel gewoon... Dat halen en... Als ik er dichtbij zit, dan probeer ik het toch te halen. Ja. Herhalingen... Maar gewoon een keer deze bezoeken om te kijken of dat hij... Ja, is helemaal aangevallen. Maar sinds... Kijk, hij zit alweer half vol sinds dat ik hem heb aangevallen. Of is misschien nogal een keer aangevallen. Maar dat is een status level 9. Maar zijn base is niet zo goed. Je moet hier... ik heb hier denk ik eerst barbaren rondgezet zo. En dan waren de gebouwen hier kapot. En dan
muurbrekers hier, een paar muurbrekers dan hier ook en hier ook. En van beide kanten met barbaren binnengevallen. En mijn klankkasteel heeft dan uiteindelijk dat stadhuis vernietigd. Ik heb er nog zo op gelet om juist deze herhaling eigenlijk niet te laten verdwijnen. En toch is hij weg. Ik snap het echt niet. Dat is wel jammer. En mijn laatste boogschutter storen gaat naar level 8. Dat was wel nodig. Want dat is eigenlijk status level 7. Och. Level boogschutter storen level 8 is nog level status level 7. En ik zit bij status level 9. Dus dat is niet zo handig. Ik probeer mijn dingen nu... Ik doe nu altijd het goedkoopste omhoog. Maar nu had ik... Ik had net genoeg voor mijn klankkasteel. En dan doe ik het wel, want... Klankkasteel. Dat is wel... belangrijk. En ik had net genoeg. Dus ik deed het dan. Maar hierna, dus na deze boogschutter storen... gaan al mijn kanonnen naar level 9. En... Gustering is bijna level 3 en dan doe ik ballon level... Oh, nee, ja, wil ik niet. Deze wil ik. Doe ik dan naar ballon level, naar level 5. En dan spaar ik... Ik spaar dan intussen al voor Gustering level 4. En ik ga dan deze een keer... Hey, ja, dat is iets wat ik nu kan doen. Ja. Dan heb ik, kan ik 6 miljoen opslag plaatsen en kan ik al voor reuze 6 gaan. Ballon 6, wat nog allemaal. Al die dingen... Kan ik nog iets upgraden? Een keer. Mijn elixir spaar ik voorlopig. Ik kijk of ik iets kan upgraden. Ik denk het niet. Ik denk dat ik deze twee naar nu naar max level moet gaan brengen. Welkom terug, Rutger. Dus alle vaste leden mogen altijd oudste. Tenzij je niet zo actief bent in de chat en niet veel doneert. Maar we zijn nog maar bij weinig, dus... Sorry voor deze... Als het mijn commentaar wat slecht is. Dat kan wel zijn dat het een beetje slecht is. Kijk, hier. Ik hou vooral voor het duisteren. Ik zag dat was zo makkelijk dat duisteren na te stelen, want dat was gewoon daar aan de rand. Ik denk dat ik hier binnenkort mijn spreuk op mijn bliksemspreuk op de troepen gooi daar. Ja, daar komt hij. Intussen ben ik hier gewoon naar alle pompen en zo aan het kapot maken. Geef me dan al dat goud! Jee, ik heb al het goud. Elixir. Ja. Duister, Elixir. Woehoe! Dat, ik hou gewoon van farmen. Dat is echt... Heel veel spelers die status level 7 nog hebben... De meeste hebben nog status level 7. Die denk, die vinden allemaal... Ik zeg niet dat, er, dat iedereen dat vindt. Maar de meeste status level 7's vinden nog zo... Ja, bekers zijn echt wel het belangrijkste. En die zijn dan zo in de hele tijd in goud 2. De hele tijd dan zijn ze in goud 2. En dan krijgen ze, kunnen, hebben ze met zo'n slecht dorp. Ik zou echt waar... Je moet blijven farmen. En blijven farmen, ja. En niet... Probeer als je bijvoorbeeld als stadhuis level 7, je hebt allemaal muren level 3 en je hebt 2 miljoen goud, upgrade je stadhuis niet. Want dat is best dom. Ik heb dat ook gedaan met mijn stadhuis level 9, maar dat was dus jammer genoeg. Dat was dom. Dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Oh, lol. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.